Wij komen correct in huis. En ik hier een tredje daarvoor, voor de uitgang. Zodat de Shetlanders net naar binnen kunnen. Maar dat is mislukt. Dat is Peach, Daisy, Glendy en Mario. Nou, doe maar. Doe maar. Echt. Ja, maar ik let wel op, hè. Kom. Korallen. Ja, dat komt daar een beetje strakker. Ze kent wel. Hé, hey, Sally. Wat is een appel? Rijntje. Eén keer rieden van wie die hoef is. Uniek. Hey, Iepke. Wat is er uniek? Wat is er? Dit is appel op mijn orenkamera. Hallo. Even wachten, Uniek. Korallen is hier ik nog.
Tja. Hey. Oh nee. Wat is er, Daisy? Zie je ook dat ze een stukje niet kent? Nee, dat kent je niet langs. Denk erom. Lindy. Goed zo. Hoe kun je zo nou dat stroomdraad aanzetten? Oeh, dat wist ik ook al. Kom maar, Jannie. Spijt die nog. Doe even het. Hey Daisy. Beats. Waarom nog een? Was nog een? Oh. Die van Glendy. Ik ben het trier even aan het verzetten. Even een stukje erbij. En dan zeg ik daar. Ja, shame has net. Daar. De nieuwe ballon van Bouke zien. Nou ja, neefke. We hebben vorig jaar helemaal west binnen. De ballon varen. Cool. Maar dat is heel vet. En ik zal dit nog even doen. Dit is wel heerlijk, zeg maar, dit waar. Het is echt jongens 10 uur of zo. En het is nog steeds, nou, 28 graden of zo. Dat is echt best wel uniek voor in Nederland. Dit is Glendy. Mario, Daisy. En Peach. En ik heb ze gekregen en een wiet sproeit. Gewoon maar de tuinslang. En toen ben ze even in de bak geweest.
Hallo. Wunder. Net van. Iepke. Kom maar, Coralle. Kom maar. Doe maar, die kant op. Ik doe ze vannacht voor het eerst buiten. Want het is hier heel warm geweest, dus ik kies ze binnen. En nu doe ik ze lekker naar buiten. Ik heb ze wat extra gas doen. Koralle en Wunder. Uniek, Coralle, Sally en Wunder, Rijntje en Yveske.